Hi, leuk dat je luistert naar de Bewustzijn-podcast van Mark van Wageningen en Patrick van den Broek. In deze podcast maken wij maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar vanuit onze eigen ervaring... ...en geven wij handvatten die je zou kunnen toepassen en die wellicht voor je zouden kunnen werken. Maar Mark, weet je wat ik wou wat ik zeggen tegen jou? Ik vond het echt zwaar irritant de vorige keer dat je iedere keer zo hard zat te lachen. En wanneer was dat dan? Ja, in die, in die vorige podcast. Dat was gewoon. Of heb je dat niet meer door? Nee, dat. Ja. Uh, was zit ik zit er echt. heel erg over na te denken. Ik uh, kan me dat eerlijk gezegd niet. Oh ja, nu weet ik het wel weer, inderdaad. Ja, ik, ik, ja, ik werd natuurlijk elke keer heel vaak wel melig. Uh. Ja, we hebben het er wel tussenuit geknipt, maar ik vond het echt. Uh, moet ja. je, dat moet je gewoon niet meer doen, hoor, dat vind ik. Ja. Ik, ik vind dat dat prima moet kunnen. Maar jij gaf me toen inderdaad wel de feedback van uh, dat mag wel wat minder. Mag wel wat minder. Ja. Nou ja. feedback of vond je het eigenlijk een beetje kritiek wat ik je gaf? Nu niet. Uh, nee, op dat, op dat moment vond ik het feedback, ja. omdat ik wel. Als ook... ik het nu zeg tegen jou, dat ik het echt ja, zelf ook. vond. Ik... Ja. Ja, ja ook. Ja okay. Want uh, op dat moment had ik wel inderdaad. Ik vond het zelf ook irritant, maar ik moest gewoon alleen maar blijven lachen. Maar dat, dat vond ik dus echt een voorbeeld van wat, wat wel. Kritiek ja, precies. is. Maar ja, ik denk dat dat ook wel een beetje een, een interessant vraagstuk is van ja, vanaf en, en wat daar onze ervaringen bij zijn. Want vanaf wanneer wordt het feedback en, en wanneer voelt het aan als kritiek? Ja, want precies. dat is natuurlijk uh, het onderwerp van vandaag, uh, kritiek. En uh, ik heb wel een ander voorbeeld, want wat jij nu net tegen mij zei, ja, dat vond ik eigenlijk gewoon echt feedback. Ik, en, en misschien is dat mijn interpretatie erbij. Maar ik was het op dat moment daar ook echt nee, mee eens. Je, je bent gewoon een lieve jongen. Je wil gewoon niet zien dat ik jou kritiek geef. Want dat vind je sowieso niet fijn, natuurlijk. Nee, maar weet je, op, jij gaf mij feedback waar ik het mee eens was. Misschien is dat voor mij ook een beetje oh, het ja. verschil wanneer oh. het dan uh, feedback of kritiek is. Wanneer iemand iets zegt tegen mij. Dus eigenlijk is dat een beetje hypocriet. Want ik zeg dus eigenlijk als iemand iets tegen mij zegt waar ik het mee eens ben, dan vind ik het feedback. Ja. Maar als iemand iets zegt wat misschien helemaal kan kloppen. waarvan ik denk wat een onzin. dan is het opeens kritiek. Ja. Maar ik denk dat wel heel veel mensen dat zo ervaren. Maar wat ik bijvoorbeeld wel kritiek vond. en dat heb ik ook tegen jou gezegd. dat vond ik heel erg irritant. wat ook feedback had kunnen zijn. Ja. was dat ik natuurlijk toen. om de podcast aan de gang te krijgen. alles aan het doen was. Trust me wat jij zei, ja. maar jij was van mening dat dat niet zo was. Weet je nog? En dan ja. zei jij, je, maar je moet dit doen. Dat ik echt dacht, Patrick... Ja. Nee, maar ik zei ook op een gegeven moment tegen jou, ja, maar jij hebt dat niet gedaan. Ja, dat had ik wel gedaan. Ja, serieus. <laughs> ja, dan merk ik weer ja. dat ik echt... Nou, nee, nu niet meer die boosheid. Maar ik had toen ja. echt zoiets van, dit heb ik al gedaan. Ja. En jij bleef maar zeggen... Nee. Dus toen, maar ik zag niet dat je het gedaan had. Nee, je dus, had het niet gezien. Dus voor jou was er niet de Dus wat gebeurt er? Dus dat, is, dat is interessant... Want er is dus een verschil tussen kritiek en feedback. En als je gaat kijken wat is dan het verschil tussen feedback en kritiek. Hè? Dus ik draai me even om. Dus feedback is eigenlijk een terugkoppeling die je geeft aan een vriend of een collega, bijvoorbeeld. Uh, die dan gebaseerd is op zijn gedrag of misschien zijn prestatie. Hè? Dus dan, dan, dat kun je op een verschillende manieren doen. Dat gaan we dadelijk ook nog bekijken. Hè? We gaan ook nog met elkaar behandelen hoe je dat dan zou kunnen doen. En dat is eigenlijk met als doel om die ander inzicht te geven in zijn gedrag of, of, of de mogelijkheid te geven om dingen te veranderen. En kritiek of commentaar zou je kunnen zeggen geeft aan dat je, uh, dat je vindt dat die ander iets niet goed heeft gedaan of je keurt het af. Of oh, hey, je hebt er een mening over, je hebt er gelijk een oordeel over. Ja, maar als ik nu dus zo naar jouw verhaal aan het luisteren ben, denk ik ook dat dit een beetje de reden is waarom mensen misschien hier moeilijk, moeite mee hebben. Want als ik het jou zo ophoor noemen, dan denk ik: Oh ja, als jij zo uitlegt wat de betekenis van die woorden is, dan snap je ze ook wanneer je ze moet gebruiken. Alleen op het moment dat iemand uh, daar helemaal niet een verkeerde ja. gedachte bij heeft, dan zegt ze: Oh ja, maar het is geen kritiek hoor. Alleen. Dan misschien gebruiken ze dan ook het woord kritiek op dat moment, op het verkeerde moment of zo. Ja, ik, ja, ja. ik, ik moet al, want jij, jij zei net het woord commentaar. Mm -hmm. En uh, uh, commentaar, jij zegt dus eigenlijk dat dat een beetje in hetzelfde straatje qua benaming valt als kritiek. Jij ja, zei... dus het is dus commentaar. Op het moment dat ik commentaar op jou lever, ja. dan geef ik jou niet de gelegenheid om, om te weten hoe je het dan anders zou kunnen doen. Ja. Of ik geef jou niet de gelegenheid om te vertellen. Uh, wat het met mij doet, ja. of hoe ik het ervaar, of wat, wat mijn gevoel daarbij is. Waardoor jij niet. Uh, je hebt niet genoeg informatie die ervoor zorgt dat je dat commentaar kunt plaatsen als feedback. Ja. Dus het is maar, een commentaar. Het is dat gewoon, is dus voor ik mij. Vind jou... Ik vind jou, even plat gezegd, ik vind jou een eikel. Ik ja. noem wat. Dan, mm. dan, 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 dat is in jouw optiek niet fijn om te horen en weet je wat ik dan dus altijd bij het woord commentaar dan heb wat zoals ik het jou dan hoor ja. zeg ik vind commentaar altijd een soort van vorm van onbeschoftheid nou ja maar dus dat is dat is dat zo zou je dus kritiek en commentaar eigenlijk allebei onder diezelfde noemer kunnen leggen ja maar dus als wij dus zeggen dat uh, feedback en kritiek ook een beetje in dezelfde want oké okay, laten we een situatie schetsen wat ik natuurlijk vanuit mijn werk heel erg vaak meemaak ja ik heb voor jou een website gemaakt. En jou, uh, uh, jij zegt tegen mij, uh, uh, het maakt mij niet uit welke kleur je gebruikt. Ja. Nou, en ik uh, kies ervoor om de hele website rood te doen. En jij zegt op dat moment tegen mij, van, uh, rood is niet jouw favoriete kleur. Nee. Probeer fant te ja. fantaseren dat, dat jij zegt, nou, rood, dat vind ik echt een verschrikkelijke kleur. Dus ik laat jou hier nu die website zien hier. Ja. En ik zeg, ja, het is alleen wel rood, want uh, uh, hoe zou jij dan reageren? Ja, dan heb je dus niet naar mij geluisterd. Dus dan, dan, dan zeg ik, ja, maar ik had, ik had tegen jou gezegd... ik wil niet dat hij rood is. Ja, dan zit ik nu, als je, als je het dus op die manier zegt... dan zit ik te denken van, vind ik dat nou feedback? Nou, dat vind ik dan... Ja, aan de andere kant vind ik het ook kritiek. Want misschien is dat voor mij een beetje dan de link... dat ik dan denk, maar dan moet jij zeggen of dat... of, of zeggen, maar wat jouw interpretatie bij is feedback, dan zoek ik altijd van... je zegt iets, maar je denkt mee aan de oplossing. En wat jij dus net eigenlijk zegt is... Hé, jij zegt, ja, maar ik heb gezegd dat dat niet goed is. Maar tegelijkertijd hoor ik eigenlijk nergens in die zin... wat dan wel volgens jou het alternatief had moeten zijn. Nee, en daar, daar heb ik dus de, de gelegenheid nog niet voor gekregen van jou. Ja. Dus eigenlijk um, zou dit dus feedback kunnen zijn. Maar als jij het er niet mee eens bent... dan zou het voor jou kritiek kunnen zijn. Ja. ja, maar dat, is, dat klopt, dat laatste wat je zegt. Want dat heb ik altijd. Dus je geeft aan dat, dat iets niet goed, dat je iets niet goed vindt. En je keurt het daar dus ook gewoon door af. Dus je keurt iets af. Dus ja. ik zeg, ik, uh, je hebt hem toch rood gemaakt en ik wil geen rood. Ja. Maar ik onderbouw het verder niet. Daarom is het zo belangrijk, als je gaat kijken uh, hoe je elkaar dan feedback zou kunnen geven. Dan zijn daar dus eigenlijk allerlei regels voor. Die, als je die meeneemt in het geven van feedback, dan wordt het dus feedback inderdaad. Ja. En geen kritiek. Ja. Nou, nu je dat zo zegt, dat is eigenlijk wel waar. Want ik heb inderdaad ook dus heel vaak wel situaties dat ik dan inderdaad denk van dat als een klant iets op de, de, de boodschap op dezelfde manier, maar anders geformuleerd zou zeggen, dan had ik het als feedback ervaren. Precies. En nu ervaar ik het dan als kritiek, inderdaad. Ja. Dus als iemand tegen jou zegt bijvoorbeeld: Nou heb jij nou heb je het specifiek over die kleur gehad. Ja. Maar nou heb jij heel veel tijd en energie gestoken in, in het maken van die, van die website voor die persoon. En dan heb je hem gepresenteerd. En dan zegt die persoon: Ja, maar ik vind hem niet mooi. Wat doet dat dan met jou? Ja, uh, op dat moment vind ik het kritiek. Want ja. dan denk ik van, zoals ik eigenlijk net zei, wat mijn interpretatie erbij is. Dat als jij zegt: Dit is niet is geen mooi. Website, zegt die persoon. Ja, dan denk ik daar, maar daar kan ik niks mee. Nee. Dus dan denk ik van ja, je bent gewoon uh, 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 kritiek aan het uiten om, 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 je, om je stem te laten horen. Maar, en, maar op het moment dat, en dat jij. dat is zegt, kritiek of commentaar daarvan? Ja. Ja, precies. En op, maar op het moment dat jij diezelfde boodschap, ik vind die website niet mooi, maar dat komt omdat ik rood niet mooi vind, maar ik kan me deze website wel voorstellen in blauw en groen en dan zou die fantastisch zijn. Dan zou ik denken, wow, dit is echt goede feedback. Ja. En, en, en ik merk ook wel, zeker met mijn klanten, dat ik een groep heb, uh, want ik neem jou als voorbeeld, maar eigenlijk ben jij wat dit aangaat. Uh, uh, qua klant een hele goede. want jij kan heel goed wel visualiseren dat je... Jij zegt ook wel eens tegen mij uh, van dit is nog niet helemaal uh, zoals ik het Precies. voor ogen had, maar ja. omdat ik wel zie wat jij doet, uh, moet ik het wel nog even fine-tunen met je, maar ja. ik kan ermee werken. Ja. Maar ik heb dus ook genoeg klanten die eigenlijk op dat moment zich helemaal verliezen in de kritiek. En dan heb ik eigenlijk zelf ook wel heel vaak dat ik denk, ja, ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Nee. Want uh, dan ben ik alleen nog maar zoekende naar uh, uh, hoe moet ik hier een oplossing voor vinden. Ja. Dat vind ik ook wel mooi, want ik heb wel genoeg situaties gehad. Uh, ja, en je kent mij, ik, ik claim dat moment ook wel gewoon. Uh, want ik, ik ben niet iemand, ik ga niet, als jij zegt, rood vind ik niet mooi. Ja, ik, 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 geef, ik neem daar eigenlijk geen genoeg mee. Maar uh, ik heb wel vaak genoeg meegemaakt, dat omdat jij dus zegt, omdat je me tijd geeft. Wanneer ik merk, kijk, tuurlijk, je hebt soms ook situaties dat je echt merkt dat die ruimte er niet is. Maar wanneer ik merk van hey, die ruimte is er... dan ga ik toch proberen te beargumenteren... waarom ik wel bijvoorbeeld voor de kleur rood heb gekozen. Of ik dat nou op voorhand wist van wel of niet. Maar ik zou je ook heel eerlijk zeggen... ik heb echt wel situaties meegemaakt... dat uh, uh, een bepaald soort klant echt zei van... Ik, ik wil echt niet de kleur rood. Ja, precies. En dat ik dan desondanks dat toch dan gedaan had... omdat mijn research dat voor een of andere reden toen had uitgewezen. Ja. En toen heb ik dat uitgelegd aan die klant. En die keek mij toen echt aan zo van... ik wil boos worden over het feit dat je zo pijnlijk gelijk hebt. Ja. <laughs> dus ik liet hem zien en toen zei hij van... ik vind de kleur niet, rood niet mooi. Alleen toen gaf ja, hij zeg, me dus de ruimte. Dus zo van, ja, ja, wat precies. doe je daarmee? Toen okay. ging ik dus uitleggen van, oké, okay, nou ja, ja, dat snap ik. Maar ik heb rood gekozen om dat. Ja. En toen zag ik echt in zijn gezicht wel wat veranderen. Dus omdat hij mij ook de ruimte gaf... en ja. eigenlijk was dat voor hem net zo verhelderend... zou je ja. dus kunnen zeggen... Uh, had hij wel zoiets van, oké, okay, dit is eigenlijk best wel een heel goed argument. Ja. En hij, die klant, die, die zei toen ook, en dat is wel grappig... Uh, die heb ik nog steeds. En die zei toen een hele poos later van... Uh, toen zei ik van, joh, ben je nog blij met je website? Hij ja. zei, ik vind nog steeds de kleur verschrikkelijk. Ja. Maar ik ben wel blij met mijn website. En ja. dat vond ik echt super hilarisch. Want ja. toch hij, moet... hij zag waarschijnlijk toch het nut daarvan in... Uh, wat je had uitgelegd, waarom het beter was om die kleur te gebruiken. Ja. Nee, dus dat, dat, die, die gelegenheid geven om te reageren... dat heb je hem ook laten doen. Hè? En hij heeft jou ook de, de ruimte gegeven om te reageren. Ja. En dan ga je samen zoeken naar oplossingen... Nou ja, zeker. En nu je dit zo zegt, eh, daardoor realiseer ik me inderdaad ook wel dat. Wat we eigenlijk dus net als laatste zeiden: dat, dat heb ik dus wel ook vaak meegemaakt met klanten. Dat op het moment dat je dus samenwerkt met klanten waarvan je gewoon weet dat die al vaker of met jou gewerkt hebben. Dat is eigenlijk misschien te makkelijk, maar überhaupt al vaker in uh, 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 feedbackprocessen hebben gezeten. Dus die die ervaring hebben, dat gaat natuurlijk. Ja, kijk, aan de ene kant zou je ook kunnen zeggen: logisch, want die hebben dus ervaring en uh, ervaring spreekt voor zich. Maar ja, dan gaat het feedbackproces ook veel makkelijker. Dus vaak merk ik dan ook wel dat als dat feedbackgedeelte niet goed gaat, uh, dat ik dan ook echt wel merk van: oh, deze mensen zijn ook heel onervaren. Wat ik ook op dat moment al maar voor ze aan het doen ben. Ja. Dat heb jij bijvoorbeeld ook wel eens meegemaakt, want dat zou jij natuurlijk met jouw werk ook hebben. Dat, ja dat je dan soms eigenlijk. Kijk, ik ben van mening, je, je geeft feedback en zelfs ook misschien wel kritiek om een soort van betere situatie te creëren. Als je dat dan hebt over mijn werk, dan is het inderdaad soms best voor iemand confronterend om door een coach uh, een analyse te krijgen over iets wat hij, wat hij ervaart of wat hij in zijn leven heeft. Hè? Dus als je het dan hebt over wat het in die vorige podcast erover, dat die die coach gaat boven de situatie hangen als een helikopter mm -hmm. en die kijkt van wat gebeurt er nou wat 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 doet iemand nou mm -hmm. wat doet hij nou anders wat doet hij wat, wat zou die eventueel als handvatten anders kunnen doen mm -hmm. en dat, dat kan best confronterend zijn dat zou iemand bijvoorbeeld als kritiek ja. kunnen ontvangen. Nou ja, zonder in, in de details te treden maar voordat we deze podcast opnamen ja ik denk dat jij daar natuurlijk net ook wel heel even aan moest denken toen gaf je mij ook wat opmerkingen over iets wat op dit moment speelt in mijn leven ja en um, dat, dat zeg ik gewoon nu in, in, in alle eerlijkheid. Hè? Ja. En ik waardeer het altijd. Laat dat even wel, dus boven water staan. Maar, zijn, maar dat ik wel dacht van sommige dingen voelen dan aan als feedback. En sommige dingen voelen dan. Voelen zeg ik bewust. Dus aan dan als kritiek. Ja. Maar dat is het niet. Maar. Ja. Dat komt omdat het, wat jij net zegt, dan is het dan komt het iets te dichtbij of dan vind ik ja, het te heftig. Uh, of ik denk van. Het kan natuurlijk ook pijnlijk zijn. Hè? Ja, nou pijnlijk. Het was ja nou, pijnlijk. Ik denk dat dat hem is. Dat Mag je Net was zeggen het pijnlijk. Hoor. Ja, nee ja. zeker. Maar het, was, het is pijnlijk. Ja. En, uh, ja. Nou ja, en dat is, dat is wat ik dus bij jou zag. En dat is een interessante. Want de manier waarop jij omging met die feedback, hè, uh, door rustig te blijven, door goed te luisteren. Uh, door, door te vragen, hè, want je neemt niet gelijk overal klakkeloos neem je dat aan. Hè, dus je gaat ook nog vragen van, ja maar hoe, hoe bedoel je dat dan? Of hoe zie je dat dan? Of wat ervaar je dan? Je neemt dan ook op dat moment, hè, dat gebeurt allemaal in een split second. Hè, dus we, wij zijn natuurlijk heel snel als mens in dat opzicht. Je neemt de tijd voor zelfreflectie. Dus je bent aan het kijken van, hé hey, goh, wat hij daar zegt, is dat dan voor mij? Of is dat dan voor iemand anders of uh, hoe, hoe moet ik dat in deze situatie plaatsen? Kan ik daar nu wat mee? Dus die zelfreflectie is heel belangrijk en dat doe jij dan ook heel, heel goed. En ja, eigenlijk ook wat je nu doet, en dat deed je daar, daarvoor natuurlijk ook al in ons gesprek, je laat ook weten wat, wat die feedback vindt. met je doet. Wa wa waar zorgt het voor bij jou? Kom nou. je daardoor beter tot inzicht? Of inderdaad, voelt dat pijnlijk? Of, of is dat een confrontatie? Nou, ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met het soort feedback op welk moment natuurlijk. Ja. Uh, dus uh, ik kan alleen even voor deze natuurlijk in mijn, uh, over, mijn, over mijn persoonlijke beleving daarvan vertellen. Ja. Maar <clears throat> ik heb inderdaad wel al snel dat ook wanneer feedback dus uh, uh, echt persoonlijk wordt, uh, maar nog steeds wel met, met hè, zoals we net besproken hadden, dat er wel structuur in zat om ook echt samen te zoeken naar een oplossing. Hè? Dus uh, dat was een beetje ook het verschil met kritiek. Dan was het gewoon alleen bam, bam, bam. Ja. Dus zelfs wanneer er uh, echt uh, meegedacht wordt dan toch, omdat het dus dan heel persoonlijk en dichtbij komt... ja, heb ik toch zoiets van... ja, jezus, ik, ja. kan je komen met je kritiek. En, maar... en, en dat is natuurlijk... daar ben jij echt niet uniek in, hè, Mark? Want bedoel, zo werkt dat bij mij natuurlijk ook. Kijk, ja. ik, ik, ik mag dan wel uh, het voorrecht hebben om coach te zijn... en om mensen te mogen begeleiden. Ja. Maar als het om mij persoonlijk gaat... Hè, dus als iemand... Het andersom tegen mij gaat doen, mm -hmm. dan kan het soms ook heel dichtbij komen. Nou, of dat kan het soms dit vind ook ik een heel erg pijnlijk zijn. Ja, sorry, ik, ik onderbreek je even, want Geen dit vind niet. ik wel een heel interessante stel. Uh, jij bent coach en er, er komt iemand bij je. Dit, ik weet niet, misschien heb je dit helemaal niet meegemaakt. Dan hoor ik het ook graag. Maar heb je bijvoorbeeld wel eens iemand heb je wel eens meegemaakt dat jij een coach had die nee. was niet tevreden over jouw dienst? Nou. En maar voelt dat dan aan als feedback of voelt dat aan als kritiek? Nou, uh, dan voelt dat op dat moment voor mij als kritiek aan. Ja. En niet als feedback. Je kunt in de feedback ook eerst zeggen wat, uh, wat, wat iemand goed doet. Ja. En dus in onze gesprekken zeg ik ook heel vaak, ik noem maar wat, in, 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 in jouw situatie, van nou, dit doe je al hartstikke goed. En dit zou je wellicht wat beter kunnen doen. Ja. Uh, en, en let daar nog eens wat extra op. Ja. Ja, dat, is, dat is wat die persoon niet bij mij deed. Ik, ik, zou, ik, ik weet zelf precies een voorbeeld waar jij, wat jij bedoelt. Ik werkte voor uh, een groot bedrijf om, uh, om mensen te begeleiden op basis van uh, disc en drijfveren. En, uh, en uh, disc is dan, hè, dat zijn die vier vlakken van rood, heel ja. groen of blauw. En, uh, ja, het is natuurlijk te plat om te zeggen dat iemand in een kleur zit of iemand een kleur is. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Maar het heeft wel een bepaalde dynamiek als je daarin zit. En, en het kan betekenen dat jij op een bepaalde manier reageert. Ze hadden dus, uh, heel veel mensen hadden daar een training in gevolgd. Uh, van een anderhalve dag. En dan zat dan aan vast, zat hij nog een anderhalf uur coaching aan vast. Mm -hmm. Hartstikke leuk, hartstikke geweldig om te doen. Maar er was dus één iemand. en die zei. Uh, dus ik vraag altijd na afloop van. Uh, ja, hoe, hoe, hoe vond je het gesprek zo gaan? Heb je er wat aan gehad? En dat zegt ook meer over mij, hè, want ik vind het fijn om daar ook gewoon nog extra bevestiging in te krijgen ja. en die zei gewoon echt letterlijk nee ik heb er ik heb er niks aan gehad ja ja en daar bleef het dan ook echt bij ja. dus ook al zei ik tegen haar van uh, ja zou je daar wat specifieker over kunnen zijn en uh, nee ik vind uh, wel trouwens wel heel interessant ook dat wat was je het. net zei dat was je het. zei van uh, over bevestiging ja want dat herken ik ook wel hoe, hoe reageer je bijvoorbeeld op deze situatie dat ik stel ik zou bij jou een, een coachie zijn geweest en ik zou tegen jou zeggen uh, na afloop, als voor jou de bevestiging dat ik zeg: Nou, Pet, ik, ik vond de sessie uh, heel erg fijn, uh, maar ik vond het veel te langdradig of te lang duren. Ja. Dan er zit een stuk bevestiging in, want ik zeg: Ik vond het heel fijn. Hoe hoor jij dit? Vind jij dit? Is, is, heb jij toch zoiets van: oh, Ik voel dit toch een beetje als kritiek? Ja, kijk, ik heb, ik heb nu wel door de tijd heen, hè, dus dat, dat momentje met die collega ik kan dat nu uh, onderhand inmiddels wel plaatsen. Ja. Ik snap nu dat het niet meer iets is van de mij. Naar de waarde inschatten, zeg Juist, maar. Juist, ja. het is niet iets van mij, het is van die persoon. En dat mag ik ook daar gewoon laten. Ja. Ik hoef het niet op mezelf uh, te betrekken. Nee. Ik hoef het niet aan te trekken, om het zo maar te zeggen. En als, op het moment dat je, dat je dat voor jezelf snapt, het is niet meer van jou, het is van de ander, dan kun je het ook bij de ander laten. Dan hoef je het niet aan te trekken. He, dus als je alles persoonlijk neemt wat er op jou afkomt, dan, dan zou dat dus vanuit angst kunnen zijn om niet geno goed genoeg te zijn voor anderen. En het ook niet goed genoeg zijn in het klaarstaan voor anderen. Ja. We zijn als mensen, zijn we, oneerbiedig gezegd, toch uh, kudde-dieren. En op het moment dat er bijvoorbeeld in zo'n uh, kudde een dier niet meer geaccepteerd werd omdat hij anders was dan de rest, dan liep hij gevaar, want dan zou die door een roofdier bijvoorbeeld uh, opgegeten kunnen worden. Dat gevoel om daarbij te willen horen... dat kan voor sommige mensen zo sterk zijn... dat ze eigenlijk altijd in dat opzicht... Uh, in zo'n situatie het mij liever dan op zichzelf betrekken... door dan dat helemaal aan te trekken en dan te denken... nou, dan, dan loop ik in ieder geval geen gevaar om uitgestoten te worden... of afgestoten te worden. Ik word dan nog geaccepteerd. Terwijl ze het daar eigenlijk misschien helemaal niet mee eens zijn. Ja. En dat is interessant, want ja, als het, niet, als het niet van jou is, je hebt het niet veroorzaakt, het is niet van jou, waarom, waarom ben je dan toch bereid om het aan te trekken? Ja. Is dat iets wat jij herkent? Je hebt die website helemaal uh, in elkaar gezet. Ja. Daar heb je echt al je energie al je tijd in gestoken. Ja. Je hebt helemaal meegedacht met die klant, je hebt mm -hmm. helemaal gezorgd dat het, ja, nou, jij denkt dat dit, dit is het voor die klant. Mm -hmm. En dan reageert hij daar heel lauw en heel negatief ja. op. Mm -hmm. Wat doet dat dan met jou? Uh, dan, 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 uh, dan vind ik dat jammer en dan uh, kan ik daar heel erg last van hebben. Dan heb ik het gevoel dat ik gefaald heb. Omdat, okay. omdat ik dan denk van, uh, uh, voor mij is het succes op mijn werk. Berust dat op het moment dat de klant tevreden is, Precies. dan is dat goed. Ja. Uh, dus op het moment dat ik ook, de moet ik ook wel eerlijk bij zeggen, dat zelfs als ik feedback krijg waar ik ook echt wat mee kan, dan toch heb ik nog steeds het gevoel dat ik gefaald heb. Ja. Um, en dat is interessant. Dat is nou precies wat ik er net bedoelde met dat stukje wat ik, uh, wat ik behandelde. Ja. Dus de angst om het eigenlijk nooit goed genoeg te doen. Ja. De angst om uh, alleen te komen staan. Mm -hmm. hè? Dus dat je eigenlijk niet wordt geaccepteerd. Dat kan zo sterk zijn dat alles wat er op je pad komt, of het nou feedback of kritiek is of maakt niet uit, kan ook een opmerking zijn, kan mm -hmm. ook een commentaar zijn. Mm -hmm. Dat betrek je gelijk op jezelf. Ja. Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat als jij dat zo met deze uitleg zegt, dan doe ik dat wel best wel vaak. En ik denk dat jij dat ook wel weet van mij natuurlijk. Gisteren was ik bij een, uh, bij een vriend van mij. En uh, wat hij bijvoorbeeld ook tegen mij zei, um, wij hadden het ook over een bepaald onderwerp. En uh, wat wel grappig was, hij zei op dat moment van, uh, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ja. Dus ik zei, ja, waarom niet? En toen zei hij ook van, nou ja, hij zegt, ik heb daar wat over te vertellen naar jou, maar hij zegt, ik denk niet dat je die informatie op dit moment aan kan. Uh, omdat hij dus ook weet dat ik daar inderdaad niet altijd even goed op ga. Ik, niet altijd. Nee. Ja, ik vind dat. Ja, niet altijd. Het is niet uh, zo dat ik dat altijd nee. heb, maar. Maar hij voelde waarschijnlijk iets op dat moment. Aan jou, ja, Waarvan hij dacht, het is even niet handig ja, om dit nu te doen. Ja, nee. nee. En dat, maar dat is het ook, hè? Ik denk ook dat iemand die normaal gesproken gewoon heel erg goed tegen Viper kan. Misschien ook op, op een bepaalde moedsswing of een bepaald moment. Of als er natuurlijk iets gebeurt in je leven. Of als je misschien wat negatiever in je energie zit. Daarom vind ik het überhaupt al lastig wanneer uh, feedback ook uh, uh, per mail uh, of. Tele nou oké, okay, niet telefonisch zozeer. Maar voornamelijk per mail of per WhatsApp besproken wordt. Want dan gaat mijn fantasie ook alweer een, ja. een eigen leven leiden met hoe ja. iets gezegd wordt. Ja. Nee, maar wat ik dus vaak meemaak. In de praktijk laat ik het dan zo zeggen. Dat, dat mensen toch een bepaald gevoel van hoog sensitiviteit hebben. Ja, ja over dat hoog sensitiviteit dat is wel grappig. Kijk, ik ben natuurlijk 30 jaar. Mm -hmm. En volgens mij heb ik ergens wel eens een keer in een quest gelezen dat uh, onder de dertigers. Dus ik weet even niet, wij hebben zo'n uh, generation naam. Ik weet even niet of wij nou ik zijn of, uh, de, nee, of de millennials. Maar wat betreft leeftijd uh, kwam het op neer dat, dat heel veel dertigers, want zo stond het. Er stond niet heel veel millennials, maar heel veel dertigers. ers nou, dan uh, ga ik het op ook. Ja, nee, ja. maar dat die dus uh, uh, allemaal last hadden van hoog sensitiviteit uh, En daardoor dus ook moeite hebben met feedback. Want ik heb dus een collega gehad bij mijn vorige werkgever. En die zei dus ook op een gegeven moment, uh, uh, je, uh, richting mij, maar meer in het grotere zin, want hij doelde niet zozeer op mij, dat hij zei, ik ga geen uh, dertigers meer aannemen. Want hij zegt, ja, die kennen er allemaal niet tegen. Nee. <laughs> ja, dat is, uh, dat, is, dat is generatie I of de millennials. Of de millennials. Ja. Ja, oké. Okay. Maar ei of... Oh, ja. ja, ja. Ik ben de ei-generatie. Ja, en ik ben de patat -generatie. Ja. <laughs> nee, serieus. Dus, nee, dan, ik maak... <laughs> je ja, denkt dat ik een grapje maak. Maar 1970 tot 1985, dat is de praktische generatie. Dat is de patat-generatie. Nee, wat draai je om? Nee, serieus. <laughs> Nou ja, de patatgeneratie, nou, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Nee, ik vind nee, hem wel goed. Maar Ja, wel leuk om, om, om ja. te weten. Ja. En toen ik dat las, toen, toen ja, moest ik dus ook pijnlijk erkennen dat ik dacht, ja, ik herken meer mezelf ja. wel in. Ja. En daarmee wil ik echt niet zeggen dat ik dat normaal is, dat dat dus altijd zo is, of nee. dat iedereen dat heeft, nee, die, nee. rond mijn leeftijd. Dus er zullen leuk nee. genoeg zijn die daar prima mee om kunnen gaan. Precies, precies. Maar ik heb er wat meer moeite mee. Ja. Ik moet zeggen, ik heb dan net aangegeven dat ik er inderdaad moeite mee heb. En we hebben net wat scenario's besproken, ook op de werkvloer. Heb jij wat tips hiervoor? Sommige mensen zeggen dan: van ja, ik kan niet tegen kritiek hè? of ik kan niet tegen feedback. Hoe, hoe, hoe kan ik dat dan wel leren? Mm -hmm. Nou, en wat ik, wat ik heel vaak meemaak in mijn praktijk, is dat als je daar uh, met mensen over gaat praten, je gaat ze gewoon rustig aan wat, wat handvaten geven waar, waarmee ze verder kunnen. Uh, sowieso begint het met jouw beeld te veranderen. Hè? Van, ja. hoe, hoe kijk je tegen feedback aan? Hoe kijk je tegen kritiek aan? Maar het is heel belangrijk om rustig te blijven op het moment dat je feedback of kritiek krijgt. Goed te luisteren. Dat is eigenlijk punt twee. Hè? Dus we zijn natuurlijk heel goed allemaal heel sterk om gelijk al een mening te hebben, of gelijk al te willen terugpraten als je mm -hmm. iets te horen krijgt, doorvragen. Hè? Dus, dus dat is punt drie eigenlijk. Mm -hmm. dus, dus allereerst goed luisteren. Dat was punt twee. Doorvragen. Wat wil die persoon? Wat bedoelt hij daarmee? Wat is zijn gedachte achter de feedback? Wat wil hij bereiken? Mm -hmm. Als het iets is wat, wat, wat jou heel erg gaat helpen... dan heb je misschien al te snel gereageerd. Dan komt het al niet meer binnen. Ja. Neem, eh, neem de tijd om weer hetzelfde. Neem de tijd om op jezelf te reflecteren. Is dit nou van de ander of is dit nou echt van mij? Mm -hmm. Wat doet het met de ander? Krijg ik dat wellicht vaker terug... Van mensen dat ze zeggen: Van ja, Mark, je doet altijd uh, zo of je doet altijd zo. Mm -hmm. Of um, nou ja, dat kan voor iedereen het, uh, anders zijn. Hè? Ja. Um, maar laat ook aan de ander weten wat die feedback of die kritiek met jou doet. Hè, dus het is niet alleen maar zo dat die ander alleen maar mag praten en vertellen wat hij van je vindt. Maar jij mag ook vertellen wat het met jou doet. Nou ja, daar hadden we het net over. Ja, door en wederhoor. Ja, dat deed jij ook in, in toe, hè, toen ik wat. wat uh, Handvat aan jou gaf, toen zei je van ja, pet, maar dat is wel, uh, dat vind ik wel moeilijk nu om dit te doen. Ja, tuurlijk, dat is het ook. Het is niet makkelijk, het is soms moeilijk. En, uh, en je hebt nog wel steeds de capaciteit om de keuzes te maken. Dus dat is mogelijk. En geef aan waar je het wel en niet mee eens mee bent. He, dus je hoeft ook niet zomaar klakkeloos feedback en kritiek te accepteren. Ja. Het mooiste voorbeeld vond ik eigenlijk van daarnet. He, dus die, 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 die klant had tegen jou gezegd: Ik vind alles prima als je maar geen rood gebruikt. Je had er eigenlijk niet ja. naar geluisterd. Vervolgens ging je het toch doen. En hij moest toegeven, pijnlijk toegeven, zei hij zo. He? Ja. Dat het toch eigenlijk wel een goed idee was. Ja, precies. Dus uh, jij was het er niet mee eens. Je had het niet direct gezegd. Maar je had het op een andere manier wel laten blijken. Waardoor hij ja, ja. toch wel. Biedt bij terechte kritiek. Als iemand dat echt terecht aan jou geeft, en dan hebben we het eigenlijk ook een klein beetje over de interactie tussen mensen, de, de gevoelswaardes die daarbij komen, bied daar ook je excuus voor aan. Hè? Dus als het zo is dat iemand verschrikkelijk zich gestoord heeft aan de manier waarop jij hebt uh, gereageerd in een bepaalde situatie, ja. of niet, of wel. Maar en, en die persoon die zit daar echt mee en die zegt, ja Mark, dit is echt wat, wat mij dwarszit, ja, zeg dan gewoon ook. Ja. Sorry, je hebt helemaal ja. gelijk. Excuus. Ja, precies. En haal altijd iets positiefs uit de kritiek. Hè? Dus we, we zijn altijd helemaal geneigd om te denken: van... Oh, en dan ben ik niet meer goed genoeg, of ik ben niet meer aardig genoeg. Of, of, nou, dat zat ik inderdaad net te denken, uh, maar misschien uh, betrek ik dat dan op mezelf. Maar misschien hebben anderen daar ook wat aan, dat ik al heel snel ook een emotie eraan trek. Dus eraan ja, koppel bedoel je. Ja, precies. Ja. Dus uh, uh, zo van: Oh, hij heeft kritiek, of CQ-feedback. Dus hij is boos. Want anders had hij, had hij dat niet gehad. Als hij blij was geweest, had hij ja. alleen maar gezegd: Mark, wat heb je dit fantastisch gedaan? Maar dat is natuurlijk onzin. Terwijl dat ook kritiek is. Hè? Want kritiek kan zowel positief ja. als negatief zijn. Ja. Feedback kan ook positief en negatief zijn. Ja. Uh, en het is maar net waar jij op let op het moment dat je die kritiek en feedback krijgt. Ja. Als ik erover nadenk, we hebben uh, aangekaart dat er uh, een bepaalde groep is. Die daar natuurlijk uh, last van heeft. Uh, we hebben eigenlijk aangegeven uh, uh, wat voor handvatten je kan uh, gebruiken in de vorm van de tips die je net hebt gegeven. Om toch uh, uh, met een, op een betere manier om te gaan met de feedback. Ja. Uh, desondanks uh, kunnen we denk ik ook zeggen dat er altijd wel scenario's en, en situaties kunnen voorvallen. Waarbij uh, je nog zo voorbereid kan zijn en dat het je toch weer even overvalt. Tuurlijk. Uh, ik denk ook dat wat ik net zei. Dat het altijd wel verstandig is om uh, niet misschien ook direct op de feedback te reageren. Uh, dat je het gewoon even moet laten bezinken. Want misschien denk je op dat moment van oh, dit is kritiek of heel heftig. Ja. En dat als je er dan de volgende dag over nadenkt of er nogmaals naar kijkt, dat je eigenlijk denkt. Dit valt eigenlijk reuze mee. Ja. Um, en dat je dus ook die emotie een beetje moet loslaten. Ja, ik denk dat dat wel ja, heel veel goede tips ook kunnen zijn om. Hiermee aan de slag te gaan ja. of hiermee nou, aan de slag te gaan, meer beter mee te kunnen dealen. Ja, ja. ja ik moet ook wel zeggen: ik heb ook echt wel wat, wat dingen gehoord. Ja, die ik voor mezelf wel heel erg herkenbaar zijn en waar ik ook zelf wel echt wat aan zou kunnen hebben. Hoe begin jij je feedback? Ja, dat is Als je wel... nou zelf zou moeten geven aan iemand, welke volgorde hanteer je dan? Nou ja, ik moet zelf altijd wel uh, uh, bekennen dat ook vanwege mijn werk denk ik altijd wel heel erg na over feedback. Omdat ik nu weet van welke feedback ik fijn vind en welke feedback ik niet fijn vind. En dat heeft er ook mee te maken dat ik een beroep heb waar ik natuurlijk met heel erg veel met feedback te maken heb. En uh, uh, ik moet wel altijd zeggen dat ik dat. Als, er, als ik dus in gesprek ben met een ander waarin ik feedback wil geven, dan uh, probeer ik dat dus op de manier te doen zoals ik hem graag wil ontvangen. En ik maak dan dus wel vaak mee. Uh, wat jij wel eens van mij noemt... dat ik disclaimers inbouw. Ja. Uh, dus dat ik eigenlijk iemand feedback geef... maar dan zeg ik al bijvoorbeeld vaak... oh, maar ik wil je niet kwetsen... maar uh, dit en dan... dat is dus ja. zo'n disclaimer. Dus dat ik eigenlijk continu tijdens mijn feedback zeg... van joh, maar ik wil je niet beledigen of dit of dat. En dan heb, maak ik dus ook wel eens mee... dat iemand anders zegt... ja, maar dat doe je niet. Zeg gewoon even wat je wil zeggen. Ja, en toch heb ik daar dan wel moeite mee. Maar ja... Ik merk wel echt aan mezelf dat ik dus voor mezelf spiegel van wat een fijne manier is voor mij om feedback te ontvangen. En die geef ik dan op dezelfde manier. En ja, hoe ik het altijd doe, is dat ik, eh, ik, ik begin altijd eh, vanuit een standpunt van waardering. Iemand kan totaal voor jou de plank hebben misgeslagen. Maar op het moment dat ik denk van ja, maar deze persoon heeft wel misschien 10 uur, 20, 30 uur eraan gewerkt. Die gaat niet ervoor kiezen om dat voor, voor jou met een korte achternaam te doen. Dus ik ga dan wel altijd zeggen van iets in die trant van nou, bedankt voor je inzet. Weet je wel, dat is dan zo van: nou, ik dank jou voor je inzet. Daarna zeg ik dan wel vaak: van dit is nog niet helemaal wat we voor ogen hebben. Dus dan zeg ik: ik formuleer dat voor mezelf altijd op een manier zo van: uh, zo kan je er naar kijken, maar dit is in ieder geval niet wat wij voor ogen hebben. Maar ik snap dat dit misschien wel was wat jij erbij in gedacht had. Nou, en dan uh, ga ik altijd mijn feedbackpunten gaan aandragen. En wat ik dan vervolgens doe, is dat ik altijd wel altijd probeer af te sluiten met een soort van wedervraag, zo van kan jij je vinden in deze feedback, uh, of ben jij het hier niet mee eens? En dat is eigenlijk een beetje de manier waarop ik het altijd doe. Uh, daardoor desondanks maak ik ook wel vaak mee uh, dat mensen soms zeggen dat ze dat te langdradig vinden. Dus ook dat heb je dat soms mensen gewoon iets hebben van geef mij even snelle hands-on tools en ja, maar ik vind deze manier. Fijn om te geven en om te ontvangen. Ja. ja maar mm -hmm. als het nou bijvoorbeeld over je gedrag gaat. Dus stel hè, dat iemand die, die zegt tegen jou: joh ja, Mark, je, je, bent een vind... beetje, je bent een beetje te druk. of je bent een beetje. je springt vandaar op de tak. Of, je betoelt... Maar dat vind ik kritiek. Want dan zeg jij alleen wat ik fout doe. en je zegt niks waarmee ik aan de slag kan om het te verbeteren. Ja, precies. Maar op het moment dat jij tegen mij zou zeggen: Van joh, Mark, uh, wat dan dus persoonlijk is. ik zie dat jij niet goed in je vel zit. Uh, misschien komt dat dan dat je te druk bent. Uh, ik zou jou willen adviseren om wat minder je best te doen. Dan zou ik in eerste instantie denken... oh, weer iemand die zegt dat ik te druk ben. Maar goed, daarna geeft hij me wel dus dat handvat om dus aan te geven van joh, wat hij zou doen... om dan die situatie te verbeteren. Ja. Uh, dus dat is het verschil. Op het moment dat je dus dat aan mij vraagt... En het voelt als... Kijk, wat je kan wel zeggen veel... Doe nou eens rustig aan, joh. Precies, dat is, dat is zo'n opmerking. Ja. Of zo'n... Zo zo uh... Ja, maar die kan ik niet waarderen. Nee, zo'n kreet die Nee, want hij zomaar... kan daar echt niks nee, mee. Want nee. dat, dat zegt mijn brein ook wel tegen mij. Nee. Maar omdat mijn brein dat zegt... En ik weet daar geen oplossing voor... Blijf ik in het probleem hangen. Dus zodra ik dan vervolgens feedback krijg... Om dat om te draaien tot een, een, een actie-reactie... Dan vind ik het wel weer prettig. Ja, ik heb... Ja, en dat is hoe ik erin sta. Kijk, daarom ben ik ook... Uh, met alles wat ik doe... weet je, ook met klanten... dan zeggen ze, ja Mark... jij hebt zelf gezegd dat wij het maandag zouden krijgen. En toen zei je dinsdag... en toen zei je woensdag... en nu zijn we twee weken verder. En dan zeg ik ook altijd, ja dat kan zijn. Maar als ik niet tevreden ben over het product... pas als het perfect is... voor mij of wat, wat ik wil afleveren... Ja. dan pas uh, lever ik het af. En waarom zou ik genoegen nemen met minder? Ja, en raakt dan die reactie... raakt jou dat dan echt niet... op dat moment als ze zo... Als ze dat aan jou teruggeven dan? Nee. nee. Het raakt jou niet? Nee, omdat ik, omdat ik weet op dat moment. Dus dan raakt die kritiek jou niet? Eigenlijk. Nee, omdat ik weet op dat moment dat wat ik aan het doen ben, dat is kritiek omdat zij op dat moment denken wat voor hun de, over, wat de, voor hun de overtuiging of de situatie is. En ik weet gewoon simpelweg beter van ja, ik ga het ze nu niet uit kunnen leggen, maar straks uh, tonen de acties zich vanzelf. Ja. En, 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 en daarvoor heb ik dan best wel vaak zoiets van dat kan wachten. Ja. En, maar je uh, kunt je er wel iets bij voorstellen dat mensen dat dan moeilijk vinden om dan te horen van maandag is het klaar en dan vervolgens ja, nog tuurlijk, twee weken te moeten tuurlijk. lachen. Tuurlijk, ik, ik, ik vind het zelf ook altijd heel, uh, heel lastig. Maar, uh, uh, maar het is wel mooi om te horen van de net zei je van je kon soms best wel snel geraakt worden door kritiek van buitenaf. Uh, als, het je, als het echt binnenkomt en nu in deze situatie kun je er eigenlijk ook wel makkelijk overheen stappen. Ja, ja maar ja, dit is dus een interessante. Maar ik vind ook, het, het moet wel kunnen. Dat stel nou dat jij nu tegen mij zou zeggen: van. Ja, dat is misschien een raar voorbeeld. Maar stel jij zou nu tegen mij zeggen: Mark, ik wil ballerina worden. Dan kan ik jou feedback geven hoe jij kan realiseren om ballerina te worden. Omdat jij tegen mij zegt: ik wil ballerina worden. Maar ja. als ik op dat moment tegen jou zeg zou ik gewoon niet doen. Ik zou een heel ander idee bedenken. Zou je kunnen zeggen, ja, dit is kritiek. Nee. Maar aan de andere kant vind ik ook wel eens iets van... daar zit ook een stukje bescherming in. Want jij stel, moet gewoon stel, geen ballerina worden. Nee, oké. Okay, en dat is misschien inderdaad een extreem voorbeeld. Maar dat is wel een interessante die jij nu zegt. Want ik zeg tegen jou dat ik ballerina wil worden. Ja. En ik vraag niet om jouw mening. Nee, dat klopt. Maar dat, ja, oké. Okay, dit, is, dit is wel waar. Dit maar Dit is precies waar, wat ik nou bedoel met ja. feedback. Sta ik er überhaupt voor open... Om, om die feedback of die kritiek van jou te krijgen. En natuurlijk, nee. als vrienden onderling... ga je er een beetje van uit... van ja, dat moet ik gewoon kunnen zeggen. Ja, maar dat, dat, dat gebeurt vind. toch ook veel? Want we, we krijgen ook voortdurend feedback maar, maar en daardoor, kritiek. Maar, ja, maar daardoor ontstaat er ook heel vaak oneenigheid. Ja. Want, want die ander die zegt... ja, maar ik vroeg niet of jij daar wat van wilde zeggen. Ja. Ik zei gewoon dat ik ballerina wilde worden. Daar is nu trouwens ook een reclamespot van, hè? <laughs> nee, serieus? Daar ja. is nu een reclamespot van... van, uh, van laat polarisa polarisatie niet uh, in de vriendschap komen. Dus dan, uh, over, omdat er natuurlijk natuurlijk nu heel erg veel onderwerpen ja, spelen. Ja. En daar kan jij dan over vertellen. Uh, zo van, uh, ja, uh, joh, de stikstof, en uh, over ja, ja, voor die ja, boeren. Ja. Terwijl een ander, dat dus letterlijk nu een reclame van, uh, van de overheid. En een ander die zegt, ja, maar wat een gelul. En, uh, want, uh, joh, weet ja, jij ja, dat wel... Is dus, dat is dus eigenlijk de hele tijd alleen maar elkaar kritiek leveren, in plaats van dat er een, 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 een onderling gesprek ontstaat. Nou ja, daar gaat dus die reclame over. Dat hm. ze dus inderdaad zeggen van, blijf openstaan voor hoor en wederhoor. Ja, precies. Dus, ja. We, dus als jij dat tegen mij zou zeggen, bijvoorbeeld, hè, je zou zeggen tegen mij: van joh, Patrick, ik uh, ja. wil ballerina worden. Dan zou ik zeggen in eerste instantie: Nou ja, leuk voor je als jij dat wil. En, en hoe komt dat zo dat jij oh, Nee, dat... zo ben ik niet. Nee, maar dat heb ik wel geleerd. Waarom? Ja. Omdat je daarmee de, 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 de conversatie openhoudt. Als ik zeg tegen jou: Van wat een, wat een stom idee is dat? Je gaat toch geen ballerina worden? Wat is dat nou weer voor onzin? Dan is eigenlijk het gesprek al. Zal ik je nou heel eerlijk zeggen dat ik, ik vind het wel een hele interessante. Maar als ik dit zo eerlijk gezegd zo hoor, um, als jij zegt dat jij dat zo zou doen, dan zou ik jou bij deze nu willen vragen dat wanneer ik een keer dan zoiets zeg, en dat jij dan echt denkt van, uh, tenzij het over hele persoon persoonlijke dingen gaat, maar ik zou op dat moment niet willen horen. Zoals jij dat net zegt, zo van, nou weet je wat, dan hou ik het gesprek open. Dus als Mark ballerina wil worden, dan, dan, dan zeg ik ja is goed. En, jong, nee, en is het voor... voorbeeld natuurlijk. Nee, natuurlijk, maar het, het maakt even niet uit. Op zich is het voorbeeld juist nee, maar ook daar, prima. Dat, dat is dat is wel dat is wel het interessante, want ja. dat is wat we dan net eigenlijk wel besproken hebben. Van, het is fijn om te wi te willen weten eerst wat wat is de achterliggende gedachte. Waarom wil je dat? Hoe komt dat dat je daar dat je dat besluit genomen hebt? Ja. En dan ontstaat er een dynamiek waarin je naar elkaar toe kan komen. Ja, oké, okay, ja. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik bedoel te zeggen. Maar in jouw geval zou ik dat dan meer zien? En dan nog kan ik nog steeds denken, wat is het een stom idee? Ja. Alleen, er is een verschil tussen, moet ik dat dan ook altijd gelijk naar jou uiten? Moet ik het ook gelijk gaan zeggen? Moet ik ook gelijk zeggen wat ik vind? Ja. Of kan ik ook eerst kijken, en dan kan ik nog alsnog testen om te kijken of jij wil weten wat ik ervan vind? Ja. Dat zou ik zelfs kunnen vragen zou zelfs kunnen zeggen tegen jou, wil jij weten wat ik ervan vind? Dus je, moet. Ja. Dus je hebt respect voor de ander, ja. je houdt ook rekening met de ander, ja. je probeert meer uit te ja. leggen. En, en doordat je dat doet, komt het aan als feedback. Ja. die eerste podcast was veel korter, omdat het ook op een gegeven moment al gewoon het onderwerp van nu gewoon. Ja, nou heb is. ik er ook wel heel veel van jou tussen uitgeknipt hoor. Nou, ja. is hij zo, nou is hij een stuk korter. Ja. <laughs> ja. Maar, maar is dit serieus? Nee. Maar ik vind jouw reactie ook. dan wel leuk natuurlijk. Ja. Nee, maar, nee, maar nu ik ga ik wel gelijk aan mezelf twijfelen. Ja, dan. precies. Nee, dus dit is dan, dit is kritiek. Ja. Nee, je aan bent helemaal niet geweest. veel aan het woord geweest. Oh. En, ik, en ik vond het gewoon leuk dat die reactie van jou... Nou was. krijg ik zoveel weerwar van kritiek en feedback, <laughs> dat ik er in de war van raak. <laughs> ja. Nee, maar ik denk echt, wat is het nou? Ja, maar dit is toch ook gewoon grappig. Want ik denk dat er dus ook gewoon genoeg uh, situaties dus op de werkvloer gebeuren. waarop uh, dit eigenlijk ook best wel heel ja. erg veel humor wel. Meent kan je dat laten. nou? Of, of was het nou een grapje? Ja. Of, of uh, is dit serieus? Of ja. is, dit, is dit een steek onder water? Ja. Of, uh, en daarom is het dus zo belangrijk om, om niet aan jezelf gelijk te gaan twijfelen. maar nee. echt te vragen: van, ja. Ja, wat bedoel je hiermee? Dus als ja. ik nou zeg tegen jou, ja, je hebt de vorige keer heel veel gepraat. En, en, en jij denkt gelijk, oh shit, oh wacht even. Ja, oh, dat heb ik dan inderdaad zeker veel gedaan. Ja. Dan hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Ja, nee, dat, 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 ja, dat, dat klopt. Maar dus in het ergste geval het wel ga wel je wel. hem dus nog terugluisteren om te kijken of het echt zo is. Oh, dat zou ik zeker Terwijl je hebben. Terwijl je ook kan vragen aan mij van joh, maar wanneer was dat dan? Want ja. ik heb daar geen uh, nee. act actieve herinnering ja, meer ja, aan. Ja, ja, ja. Nou, da daar dacht ik dus ook gelijk aan, want ik was gelijk aan het uh, recapituleren voor mezelf. <nog> ja. Dat ik dacht, nou, ja. ik kan me niet uh, nee. even dan voor me zien wanneer En het, het was. was ook niet zo, maar dit was gewoon even weer om, om te laten zien wat er dus gebeurt ja. al, als jij dus kritiek krijgt. Want ja. het is gelijk, je gaat gelijk... Uh, of, of mensen klappen dicht, hè, dus dan zeggen ze niks meer. Mm -hmm. En dan gaan ze alleen maar denken in hun hoofd van wat gebeurt er? Heb ik toch gedaan? Of ze gaan reageren. Mm -hmm. En dat reageren, dat kan je nou weer op verschillende manieren doen. Dus je kan ja. boos reageren door te zeggen: nou, dat is helemaal niet zo. Ik heb helemaal niet veel gepraat. Of je kunt zeggen: goh, <laughs> wanneer was dat dan? <laughs> maar ik heb wel het... geleerd om niet direct een conclusie te ja. willen trekken. Te willen trekken luister ja. goed. Dus ik kan het heel goed, maar ik wil het niet altijd, nee. omdat ik ook jou de gelegenheid wil geven om jezelf te kunnen zijn. Ja. Ik vind het wel leuk om in een, en grappig om te horen hoeveel dingen voor mij wel herkenbaar zijn. Ja. En um, de, ja, de, de tips die je geeft al dan niet allemaal even herkenbaar, maar uh, daar kan ik me dan wel in vinden. En, uh, maar desondanks denk ik ook, uh, en ik denk dat meerdere luisteraars dat hebben, dat toch dit altijd wel een beetje een ding zal blijven. Ja. En één en keer ga je er gewoon goed mee om. Is en het nou keer kritiek niet. of is het nou feedback? Ja. ja. Ik, de, ik denk dat ik deze tips en, en jouw woorden eindeloos kan horen. Maar als ik er gewoon een keertje uh, even niet lekker in mijn vel zit... en ik krijg ze dan binnen, dan ga ik er alsnog weer helemaal nat op. Precies, precies. Nou ja, en daarom is het ook een stukje bewustwording, hè? Ja. Dus je wordt je bewust van hoe je dingen soms doet... Ja. of hoe je soms weer in hetzelfde valletje trapt. Ja. En doordat je er bewust van wordt, kun je een andere keuze maken. Ja. Omdat we dus <laughs> tips gaven over feedback... ontstond er ook opeens de ruimte om elkaar tijdens deze podcast... ook feedback te geven. Ja. Dus ik merkte eigenlijk ook dat ja, ondanks dat sommige dingen wel herkenbaar en je weet ze aan de ene kant ook weer wel, maar op het moment dat je ze hoort, ja, ik merkte ook Terwijl wij het dus over dingen hadden, ontstond er wel ook iets dat als wij dat zelf ook bij elkaar deden, dat we er in één keer heel anders in stonden. Dus ja. toch het af en toe ook zo horen, bijvoorbeeld via deze podcast, gaat wel de situatie veranderen, denk ik weer verbeteren. En dat je gewoon weet van, oh ja, weet je, misschien heb jij wel vanmiddag feedback gehad waar je misschien heel heftig al dan niet nog niet op hebt gereageerd, of op dat moment heftig. En dat je nu deze podcast hebt geluisterd en dat je daar morgen misschien opeens heel... Een stuk genuanceerder naar kan kijken en dat je denkt van nou ja. Het viel eigenlijk reuze mee, omdat je nu geluisterd hebt en dat je daar eigenlijk net als ons best wel om kan lachen. Ik denk gewoon uh, waarmee we deze podcast moeten afsluiten is: uh, uh, zie de waarde in van feedback, uh, ja. weet kritiek uh, uh, te parkeren wanneer nodig of ja. uh, uh, te, te aan te horen. En als je denkt van ik kan me hier niet in herkennen, dat je het ook gewoon een plekje kan geven. Kijk, feedback is gewoon een lastig onderwerp en uh, uh, ja, je moet het naar waarde kunnen schatten en dat zal niet altijd gewoon even goed gaan. Nee, maar uh, ja, ik vond het gewoon hartstikke leuk om weer te doen zo. Ja, ik ook. En uh, <coughs> ja, we gaan de, voor de volgende keer weer kijken uh, uh, ja, wat misschien dan het onderwerp kan zijn en of ja. dat we, misschien de volgende keer met mij is of misschien met heel iemand anders. Ik zou het wel weer hartstikke leuk vinden om uh, bij je aan te schuiven. Ja. En um, ja, laat het vooral ook weten waar jullie eventueel uh, uh, interesse naar zouden hebben om de volgende keer te, te beluisteren voor deze podcast. Ja, of zijn er vragen of opmerkingen die, uh, die je wilt delen met ons? Of uh, zijn er dingen die we niet behandeld hebben die wel belangrijk waren voor je? Uh, zou je wat meer herkenning willen hebben in andere uh, gedeeltes van feedback en kritiek? Laat het ons weten. Dan uh, kunnen we je of uitnodigen om, uh, om het in te spreken en op te sturen. of uh, we verwerken je commentaar. Hey, bedankt, Mark. Tot ziens. Ja, ook bedankt, Patrick. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen hebt, laat het dan alsjeblieft aan ons weten. Ook als jij bereid bent om je, jezelf eens goed onder de loep te nemen. En te kijken waar hinderlijke patronen wellicht vandaan komen, dan zou ik je daar heel graag bij ondersteunen. Als je dat wil, kun je contact opnemen via www.pvbcoaching.nl of info.pvbcoaching.nl. Mark van Wageningen heeft zijn eigen freelance Graphic Design Company genaamd Aspera Grafica. Alles op het gebied van webdesign, grafische vormgeving en huisstijlontwerp zijn zijn expertise. Als je daarvoor graag meer informatie zou willen hebben, dan kun je daarvoor een mailtje sturen naar info@asperagrafica.nl.